Het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, is nu bezig met het beoordelen van de geschonken medicamenten uit India. De beoordeling vindt plaats op de kwaliteit volgens de vigerende procedures die met de farmaceutische inspectie van volksgezondheid zijn afgesproken en procedures die al jaren worden toegepast. Dit liet minister Amara Madin gisteren tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblée weten. Op basis van deze beoordeling worden de geneesmiddelen die voldoen aan de eisen vrijgegeven. Als er ontbrekende informatie is om de vrijgifte te doen, zal de regering via het ministerie van Volksgezondheid en de geëigende kanalen de informatie opvragen en beschikbaar stellen aan het BGVS en de regulerende autoriteiten. Alleen dan zal de distributie plaatsvinden volgens een vooropgesteld distributieplan, welke in overleg met de ontvangende instellingen wordt uitgevoerd. De regering is zich volledig bewust van de verhalen die de ronde doen via social media en wil aangeven dat deze lading, geen verboden geneesmiddelen waarvoor de WHO eerder heeft gewaarschuwd, of vervallen geneesmiddelen of geneesmiddelen met een korte vervaldatum bevat. Ramadin haalde verder aan dat de gemeenschap zich ervan bewust moet zijn dat India bekend staat als de apotheek van de wereld. In praktisch alle landen in de wereld worden meer dan 200 geneesmiddelen die in India zijn gemaakt, verstrekt aan patiënten. De minister benadrukt dat het de taak is van elk land om na te gaan of de medicijnen veilig zijn om deze te distribueren naar de samenleving. Het is dus verkeerd en zeker niet correct om bij voorbaat te stellen, zonder verdere feitelijke onderbouwing, om van één of twee specifieke risico's waar de WHO naar refereert te generaliseren. We moeten daar erg voorzichtig mee zijn. In deze partij medicamenten zitten er geen medicamenten die eerder onderwerp waren van een calamiteit. De garantie kan ik uw college geven. Het is ook verkeerd om bij voorbaat te vooroordelen en een partij medicamenten welke ten behoeve van de gemeenschap is beschikbaar wordt gezet te veroordelen. We hebben volledig vertrouwen in onze instituten en regulerende autoriteiten en het ministerie en de regering bij deze zullen niet toestaan dat kwaliteitsbewakings- en toetsingsprocedures worden overgeslagen. Het doel van de schenking is uiteraard dat de samenleving ondersteund wordt met de noodzakelijke geneesmiddelen. Voorzitter, met deze uitleg kan ik voorlopig volstaan. Ik kan hier meedelen dat nog geen enkel middel, geen enkel medicament is vrijgegeven, nog niet gedistribueerd naar de samenleving. Minister Ramadin zegt dat er een communicatiecampagne zal volgen, omdat de overheidsinstelling en die in aanmerking zullen komen ook volgens de procedure de distributie zullen moeten doen naar de samenleving.